En er komen wat leuke technologieën, zoals bijvoorbeeld WebRTC, waarbij je van browser naar browser connecties kunt maken. Okay. Dus dat je bijvoorbeeld chat applicaties gewoon van browser naar browser kunt doen. Oh ja. Op een veilige manier. En dat je daar dus niet iets hoeft te downloaden van Microsoft of zo. Weet je, dat je geen gebruik hoeft te maken van Skype. Nee, dat zit gewoon in de browser. Oh, dat gaat heel erg handig zijn. Dat is super een beetje tof. Zoals de Google Hangouts en dat soort dingen. Alleen dan in de browser, native. Oh, okay. Dus helemaal niet. Hoef je geen Google product te gebruiken. Nee. Je kan gewoon een videoconnectie maken van browser naar browser. Oh, dat is heel erg. Iedereen kan dat maken. En daar heb je dus ook geen server meer voor nodig. Nee. Die ertussen zit. Dus je hoeft niet een... Je kan dat gewoon in de browser doen. Ja. Dat is natuurlijk super handig. En dat zijn leuke ideeën. En je kan dus ook de video aanspreken. Je krijgt steeds meer device API's. Dus waarbij je gebruik kunt maken van... Of toegang kunt verlenen tot het adresboek. Dat soort dingen wat native apps hebben. Ja. Vind ik zelf eerlijk gezegd. Ja, het is wel handig. Wordt dat niet heel erg ook een beetje gevaarlijk? Dus dat je best wel veel data kan blootgeven over een lijntje tussen twee verschillende browsers. Wordt het hacken dan ook niet makkelijker? Dat zijn er. Je moet toestemming geven. Oké. Okay. Dat is bijvoorbeeld op met native apps is daar vaak al misbruik van gemaakt. Er worden gewoon hele adresboeken gedownload, omdat je daar die toestemming minder duidelijk moet geven. En op het web wordt er gewoon, als er een camera applicatie is die toegang wil tot je camera, dan vraagt de browser die zegt deze applicatie wil toegang tot je camera. Ja. Geef toestemming. Okay. Dus het is niet eens de applicatie zelf die dat vraagt, dat vraagt de browser. Net zoals die wil gebruik maken van je locatie. Dus die privacy, dat zit veel beter in het, op het web. Browsermakers gaan daar veel netter mee om dan... Ja, precies, ja. Ja. En je kan er soort van vanuit gaan dat inderdaad... dat jouw browser jouw rechten vertegenwoordigt eigenlijk. Ja. Nou, dat is inderdaad, dat is wel netjes. Dus dat zijn leuke dingen van de toekomst. Ja. Je hebt daarnaast... Nou, dat zijn de toffe dingen. Mm-hmm. Of de complexe dingen had ik dat genoemd. Daarnaast heb je de vervelende dingen. Oh. Nou, en dan noemde ik bijvoorbeeld juristen en marketeers en overheden die zich bemoeien met het web. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de individuele marketeers of individuele juristen. Maar die hebben nu eenmaal andere doelen dan mensen. Dat is... wat ik bedoel daarmee. Ja, precies, ja. En eigenlijk als die met elkaar samenwerken, dan komen ze met mensvijandige en webvijandige ideeën. Zoals precies. DRM. Geen enkel persoon zal ooit DRM willen. Dat is niet iets wat een mens wil. Nee. Dat willen bedrijven. Dat willen rechthebbenden. Ja. Dus dat is een... dat is wat ik bedoel met een vijand van het web. Een overheid, iemand die bij de overheid werkt, is geen vijand van het web. Maar veel overheden willen totale controle over alle data. Die willen alles van je weten. Ja. Dat is niet iets wat mensen willen. Weet je, nee, een persoon zal dat ja. niet willen. Dat wil een geheel, een organisatie als een overheid of een organisatie als een en zo juridische. Zei, uiteindelijk achter de juristen en marketeers zitten natuurlijk ook bedrijven die lobbypartij, gewoon... Lobbypartij, ja. Ja, bedrijven die gewoon een aantal belangen hebben. Ja, bijvoorbeeld bij we willen alles van jou weten, daar zitten securitybedrijven achter. Oh ja. Nou, maar heb ik trouwens... Die verkopen software waarmee je alles van iedereen kunt weten. Ja. Dus die hebben er belang bij dat overheden bang zijn en alles willen weten. Ja. Ja, vroeger was dat met die mailformulier. Ik weet trouwens een leuke route naar een wasdraad. Oh ja? Ja. We zijn inmiddels weer een beetje terug in Osdorp. Maar ik denk dat we misschien nog wel even feedback... Want we hebben feedback. We kunnen nog wel even naar een wasdraadje. Ja, dan gaan we die kant op. En dan ik zeg wanneer we af kunnen slaan. Ja, ik hoop dat die open is sowieso. Dus daar was een... Dat is zeg maar echt een invloed waar we rekening mee houden. En dan de toffe toekomst. Ja. Dat zit hem bijvoorbeeld erin dat we nu eindelijk beginnen samen te werken.